Ik zie Warmond zwart. Warmond. Je hebt allemaal prijzen gewonnen van het jaar, man. En vorig jaar, wat was dat nou met Mispel of Nispel? Nee, de Gouden Mispel. Wat was dat precies? Nou, dat was een beloning voor een vereniging die zich speciaal activiteit heeft ontplooid in het kader van het natuur- en cultuurbeheer in Nederland. En wat hebben wij daaraan als Bunschoten? Omdat wij een van de, de voorlopers zijn in het agrarisch natuurbeheer in Nederland. In ten opzichte van andere gebieden. Okay. Jij bent ook heel erg actief bij de Boerenbeestenbeldag. Is dat dit jaar weer? Wij zijn op 20 mei weer acte de présence in de Dorpstraat met een nieuwe Boerenbeestenboel. En daar ben jij nog steeds een voortrekker van? En daar blijf ik nog voorlopig even voortrekker van. Wanneer stop je ermee? Dat is als ik er geen zin meer aan heb. Nee. Het is hartstikke mooi nog. Een leuke activiteit. Staat het hier een beetje op de schop omdat het te duur wordt en dat de oude ambachten toch niet zo interesse meer hebben? Integendeel. Ja? De belangstelling van de oudere zaken is veel groter geworden de afgelopen jaren. Maar ook veel meer mensen die daar actief in zijn. Dus wij krijgen heel veel aanbiedingen van mensen die hier op de markt willen komen. Dus wij hebben daar. Nee, het is juist een positieve ontwikkeling. Dus de Dorpstraat is weer vol? De Dorpstraat komt vol. Dat is geen enkel probleem. Hartstikke goed, dan zijn we er weer bij. Dankjewel, Warmond zwart.